Sorry? Ik hoor je niet. Hey Jochem, hey, leuk dat je er bent. Ja, leuk om te zijn. Dit is dus jouw kleedkamer. Klopt. Hier gebeurt dus allemaal als je, voordat je je show begint. Ja, klopt. Ik doe een beetje yoga om de spieren warm te maken. Ik ga een beetje achter de piano zitten. En hoe is het dan met de zenuwen? Beetje gek. Absoluut. Je moet wel een beetje gek zijn en heel vrolijk zijn. Maar er zit niet spanning bij. Dus je zou wachten dat het deze zijn, maar die zit er niet bij. Hey, zullen we beginnen met de eerste kijkersvraag? Ja, ik vind het superleuk. Oké. Okay. Hey Jochem, ik ben Sens. En ik ben Imme. En onze vraag aan jou is... Hoe ben je op het idee gekomen om cabaretier te worden? Ik ben op het idee gekomen om cabaretier te worden, omdat ik het heel erg leuk vind om mensen aan het lachen te brengen. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje. Ik ben daar niks van, ik ben daar niks van. Helemaal niks van. Ik ben daar niks van, ik ben daar niks van. Ik merkte natuurlijk heel snel dat ik het leuk vond om mensen aan het lachen te maken. En ik kon niet heel goed voetballen. Ik kan ook absoluut niet voetballen. Je hebt van die jongens die als laatste worden gekozen, ik werd überhaupt niet gekozen. Dus ik ging me grapjes maken en daar moesten ze heel hard om lachen. En dan vonden ze me wel aardig en dan wilden ze wel met me spelen. En dat had je op de basisschool al? Nou, dat had ik op de basisschool toen ik al 5, 6 was, ja. Schrijf jij grappen zelf of wordt dat gedaan door een regisseur? Doei! Nou, het zou wel heel makkelijk zijn als iemand alles het voor mij zou doen. Ja. Maar nee, dat doe ik. Ik doe het niet. Je schrijft het allemaal zelf? Ik schrijf het allemaal zelf, maar ik ben een jaar lang aan het schrijven, ja. In de laatste tijd nogal moe, moe, moe. Wekker gaat en zegt... De helft van wat ik maak is niet grappig. Huh? Ja, echt niet leuk. En dan ga ik dat proberen bij de eerste keer. Dat is nog ongeveer, mag je er nog 6 bij pakken. Want dan ga je proberen in een klein zaaltje. En dan vertel je alle verhalen die je bedacht hebt, vertel je. En bij de helft van de verhalen lacht er niemand. Hoe is dat? Dat is... Maar de volgende dag heb ik die allemaal weer uitgehaald. Ja. Heb ik er een uur uitgehaald. Ja. Ga je de goede dingen ga je weer beter maken. En zo uiteindelijk, na een maandje, 2 maanden, is het al leuk. Want hoe is het om een show zo vaak te moeten doen? Dat is een groot feest. Dat is een groot feest. Ik kijk, dat is, ik ben heel erg gezegend, geblest dat ik dit mag doen. Maar niet een beetje zo als je het heel vaak hebt gedaan. Nee. Beste Jochem, gebruik je ook pilletjes voor je ADHD? Zo ja, welke dan? Want ik heb ook ADHD. Nou, allereerst gefeliciteerd dat je ook ADHD hebt. Dat is ontzettend leuk. Ik gebruik geen pilletjes van mijn ADHD. Ja. Nou heb ik ook een beetje geluk, want op school kon ik wel leren met mijn ADHD. Want hoe is het om te leven met ADHD? Ik vind het heel gezellig. Ik heb ook wel momenten dat ik het niet leuk heb gevonden. Maar nee, ik vind het heeft ook heel veel voordelen. Het helpt me ook om heel creatief te zijn. Mensen die ADD hebben, die zijn heel open. Die zien alles om zich heen gebeuren. Dat betekent dat je ook veel meer ziet dan andere mensen. Dus kun je veel meer dingen verzinnen ook voor de show. Jongetjes met ADD of meisjes met ADD zijn wel altijd een beetje anders dan de rest. Zijn altijd wel net ietsje grappiger, net ietsje raarder, net ietsje vreemder. En dat vind ik ook wel heel leuk eraan. Die? ADHD. Cool, zeker. Ja, nee, absoluut. En mijn vader is ook een beetje raar, man. Mijn vader, Roodpijp, is hyperactief. Beetje raar, man. Hoe bent u erop gekomen om kinderboeken te schrijven? Ja, kinderboeken schrijven. Ja, want je bent ook schrijver. Ja, klopt, ja. Ik wil altijd al een kinderboek schrijven. Dat zeggen heel veel mensen altijd, maar ik was vroeger iemand die altijd enorm voor kinderboeken las. En wat las je dan? Ik las dan de fantastische meneer Vos van Roald Dahl, okay. Of Sjaak in de chocoladefabriek. Ja. Of de koning van Katoren en van Jan Terlouw. Want eigenlijk vind ik het heel erg leuk om voor kinderen dingen te doen. Na 5 minuten was de gorgel doodmoe. Hij ging vlak bij Melle op de grond zitten. Hij legde zijn stok op de grond en zijn borstkas ging snel op en neer. En hij keek Melle verbaasd aan. Ik heb 2 boeken over de gorgels geschreven. Ja, en ik ben nu bezig met het vervolg. Ja, want wanneer komt dat uit, het 3e boek? Ik hoop dit jaar. Ja? Ja, ik ben heel hard aan het schrijven. Totale poep als ik hem niet afgaat dit jaar. Ja, totale poep, geloof ik. Ik heb een vraag. Wat is je grootste blunder? Mijn grootste blunder. In 1 keer ben ik door een pianokruk heen gezakt tijdens de voorstelling. Op het podium. Dus ik maakte zo'n hupje. Woe, woe, boom. Maar dat is een pianokruk, dat is zeg maar zo'n houdingetje. En die ging zo. Okay. En ik kwam met mijn billen vast te zitten in de pianokruk, maar ik kwam er niet meer uit. Echt dit. Ja, dat is gênant. Ja. Dat is gênant, maar moet ik ook zeggen, ik vind het ook wel, het is ook een beetje gênant. Ja, ook wel. Maar het is ook wel heel erg grappig. Ja. Maar Jochem Meijer, word je niet gek van al die grappen? Word je niet gek van al die grappen?
Nou, nee. Niet om te maken vind ik ze heel leuk. Ja. Om ze te bedenken vind ik dus niet zo heel leuk. Maar nee, ik word er zelf niet gek van. Dat was het. Ja. Godverdorie. Hey, super bedankt voor alle antwoorden. Ik vond het echt een heel leuk interview. Ik vond het super leuk om te horen. En we zijn benieuwd naar je volgende boek en naar je volgende show. Ja, ik ook.